Even zo testen. Oké, stakje. Menu language English, oké. Your group will get up and is an allocate. English, audio language, also English, subtitles, also English. Oh. Next. Normal. No. It's good. Speaker name. Colorblind, nope. Okay, next. Sekurite. Brightness, would you like to reach more for you? Yeah. Oh, that's too late. Advanced, hè? Strategic move, advanced, but MSM ook de derde. Ja, Ghost Health Region will take longer to start. Ja, de Extreme Duel wel als het echt die game mode is. Dan wil ik hem wel eigenlijk op het hoogst gaan spelen. Heb jij al een update gelezen? Dat de eerste expansion wat doet gaat komen binnenkort. Dan kun je hem volgens mij in de tweede week van de release. En dan kun je een raid komt erbij. Dat heet dan de Project Titan, heet dat. Dus dat is een hele pittige missie, weet zoals ik het wie Division ook gaat, alleen dan Goose Recon style. Dus dat zal wel een heel dikke base zijn wat we moeten proberen te overmeesteren. En cool. Dan hebben ze de Terminator Camp. En dan moeten we verslaan. Dus dat vind ik ook echt cool. Dan hebben ze PvP update en de Engineer Class Camp en al. Dat is de eerste DLC pack. Ze gaan het nu, ik stuur het filmpje straks al door, kan ze zichzelf ook kijken. Dat lijkt er al goed van, ze gaan het 50-50 doen. Ze gaan echt evenveel liefde aan de campagne geven als aan de PvP. Want eerst waren het eigenlijk alleen maar de PvP, weet wel, een heel klein beetje de campagne nog maar. Dus ze willen het eigenlijk een beetje allebei, want hier in de campagne gaan ze het eigenlijk zo brengen wie Division het ook heeft. Dat ze steeds meer uitbreiden, zeg maar. Dat er steeds extra dingen aan bijkomen. Oké, okay, cool. Dus, klinkt goed. Ja. Welcome to Aurora, the incubator of World 2.0. My name's Jay Skell, and we've been expecting you. You've been invited here to innovate, to invent, and to create. But we're also asking you to do the most important thing with your lives that you can do. Here, away from the rest of the world, we will build the tools to lead the planet into the future. A completely sustainable economy, a blossoming environment, safe homes, security for your family, and a community where innovation is celebrated. The generations that come after us may forget all about us, but they will thrive because of the work we do here. Thank you for joining Skelltech in Aurora. Together, we are building tomorrow. Ik weet dat niet ghost. Cool.
have to customize it. We pakken een match trouwens. Ik heb een match gepakt, ja. Nou. Ik vind alleen de keuze gaat tegenvallen. Ja, het is niet final, nou. Daar heb ik maar een bepaalde selectie gegeven. Dat hebben ze wel al gezegd. Maar niet uit. Goed. Van hoe is dat goed? Ik kan wel geen Asian maken. Zit dat nou mee? Oh ja, hier. Ik heb één rechtsboven, volgens mij. Ja. En wat is al de kop? Ja, maar zo. Ik heb een andere scar, denk ik. Ja, wacht, dan pak ik dat gezicht gewoon al wat, maar niet. I color blue. Oh ja, ik vind hetzelfde. Ja. Ik ken nog binnen geen fatsoenlijke horen. Nee, wacht, fuck it. Nee. Ik ga even een mentje maken nu, want dat irriteert me. Even kijken, wacht. Dat zijn dat weinig keuze. Ja, dat waren allemaal. Paul Dixon. Sammy. Sammy boy. Ja, ik pak Sammy boy, fuck that. Hij is ook een Asian. Oh, ik zit nog een kop op. Ook goed. Ja, toch? Oh. Mustache. Ik hoop geen mustache. Hoe kan ze kleuren eigenlijk van die haren? Eén is wel dadelijk. Echt die. Oké. Ik zie het. Ja. Maar die kind toch al met je gezicht helemaal kapot maken. Ja, chique. Dat is dus wel vet, dat hebben ze wel vet gedaan, ja. Scar. Ja, kom maar. Ja, dat is goed. Save and start. We hebben eerst een ding, is dat een... Het seks van de volleen op doen. Ook niet, hè. Ik begin hier alleen zelf. We zijn wel. Hij doet wel geloof ik, hè? Toch? Voor dat net. Die division waar dat. Ja, division waar dat, ja. Oké. Rammen bloeien en alles. Chique. Ik heb ze wel healen, dus zeker chill van je. Ja. Hij zei dat we nog rechts moeten, gewoon eerst op hier schieten, dan gaat het goed al ik. Ja. Wat is dit druk, hè? Ik ben nu in een filmpje. Ik zit nu in een filmpje. Liggende dooi in de avondjes. Oké. Nog te oud. Ja. Oké. Ram en sneeuw mijn arm. Ja, heel cool, hè. Kent u de options al joinen of zo? Of invite even dan? Ja. Ik heb geen idee, niet gekeken, joh. Kijk, ik ga het even doen, hè. Ja, en dan moet ik hier zoeken komen. F1, customize, nee. Lobby. Ja, hier denk ik dat ik moet zien, maar... Nou, wacht maar, even. Dat is nu toch een baan. Oh, daar. Oh, invite. Daar, ik heb geen invite gestuurd. Ja? Ja, hij is nu aan het laaien. Dan wil ik even terug naar World War.
Ja, het is wel fijn dat ik het van begin af aan verzin. Ja, ja, ik ben er één nieuws kunnen gaan, dus op zich. De hele interface is wel mooi gedaan. Ik moest wel even heen gekregen, maar het ziet er duidelijk en strak uit. Ja. Maar druk kijk maar eens op options, dan zie je het. Ik vind het echt goed uit zijn. Even kijken, options. Ah, ja. Loadout. Oh, dat is het. Kom daar. Dat huisje waar ik net, daar heb ik syringes gevonden. Critical injury. Wacht, ik moet even kijken. Oh, even wat dat werkt allemaal. Ik moet sowieso mijn sensitivity gaat gaan aanzetten, want moet alleen in orde, we zien. Mijn gear level, ik heb je main weapon, ik heb je gear, loadout. Dan weet ik. Wat moest ik er nou tussen? Oh, R1 ervoor. Alleen. L1. Goose War. Ah, lol. Goose War zit ook tussen. Nog een heel even mijn settings. Aiming mode. Iron side, game difficulty, ja, dat is goed. We hebben enemies, Corby. Ja, ja, waarom? Daarom even niet lopen. Ik moet heel even kijken. Hoe heb ik dat hier? Control, general, sensitivity, lock sensitivity, aim sensitivity, dat moet ik hebben. Hoe kan ik hier dit alles? Nee. We zijn kwaad achter de rest. Maar je kunt zo advanced sensitivity doen. Je kunt ze elk stukje advanced selecteren. Ook wel vet. Maar dat is het voor als we daar battles in. En het nodig hebben. De rest is allemaal goed. Night mode kunt ze aanzetten. Er zijn eigenlijk heel veel opties deze keer. Oké. Okay. Oké. Okay. Werkt dat healen? Oh, heal in an injury. Wie durft er van shoulder wisselen eigenlijk? Normaal wordt het inzoomen in R1. Ik weet niet wie dat nu is. Oh ja, R1, ja. Dan moet je even in de tippen. Ja, dankjewel. Oké, kom er naartoe scoot. Ja, mooi. Aan het drukken. Het is wel echt wel realistisch, hè? Merkt het echt, hè? Ja, we gaan het ook sneaky doen, hè? Ja, ja, zeker. Je hebt gezien wat we hebben gezien, maar probeer het sneaky te doen. Oh, hier is ook echt koffer als het met de telegraafje zit. Ja. Crouch. Ik ga naar rechts om die twee steen toe. Als ze rondje in is, kan ze gaan liggen. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Is hier een naar rechts wel? Kan ik dat markeren? Ja, ja. Markeren. Er zit nog een rechts ervan. Oh ja, zijn er. Who are these guys? Ik ken de rechts, ik kan goed checken, een headshot. Is het ja, ik ga even close zetten. Ik tel wel af. 3, 2, 1, go. Ik kreeg hem niet geraakt op de headshot. Godverdomme. Aha. Ik heb het. Mooi. Shot her. Shot her? Hmm. Wie heeft dat gehoord dan? Ik heb ook zwijgens van hem altijd. Misschien de enige in de winkel zit ofzo. Dat was een paar keer veel shit. Ik ga kijken? Ja. Nee, het ziet er kleren goed. Die ligt wel uit, pak dit er maar. Ja. Mooi. Ik heb Frank ineens gevonden. Daar liggen we nog gehad, daar. Warming ja. Up. Oh, zie je die Frank ineens ook al opgegaan? Ja, dat is automatisch. Ik loop door een lang oh, mooi. Nee, mooi. Dan pak ik ons al twee apart. Dan okay. Pak ik hem alleen voor dikker. Pak... Okay. Dan maakt het niet zo goed. En ik allemaal. Dan doen we nog wel alles automatisch oppakken. Dat vind ik wel fijn. Ja, absoluut. Maar ik heb ook de leaken verplaatst, oké? Ja. Links, links, links het nog gaat. In de bunker. Ja, mijn koffer? Ja, ik zie hem. Hoe is dat er? Markeer hem. Wie doet ze markeren? Ja, gewoon inzoomen op hem. Ah, daar. Ah, daar. Twee. Oké.
Van de oh, de tweede dan? Ja, de oh, Alpina. Ja, ik zie hem. Kom nog niet toe. Misschien dat we hier bovenop kunnen komen. Ja. Je kunt ze wel binnen en komen. Dus. Ah, hier de ziekenhuis, camper. Sorry, brother, but it's time to die. Ben Billy? Hier ligt links, ligt het? Pak je dat op? Ja. Ben Billy? En de dragon door ook zitten ze. Oké. Okay. Je weet het. Oh, kut man. Ja. Yeah. Die hebben het dus net gehoord. Ja, ja, dat was iets van ander wapen. Nee. Ik ga niet even binnen van alles schieten, hè. Je ligt van alles hier binnen. Hé. Hey. Kan je ze vangen? Nee. Niet van. Die week heeft ze niks vast. Nee? Ah, dan zal al de eerste glitch hebben gevonden. Ik geef de body vast. Dat is wel heel raar, maar. Kom maar. Oké, wie doen we eigenlijk. Oh, wacht, daar zijn wacht. Aan één inhooien. Dan kunnen ze in een minuut terecht en dan kunnen ze door die. Kijk dan niet. Switch to orders. Oh, dat is het. Ah, kan ze zo, oké. Okay. Ah, met L1 kan ze gooien. Je hoeft alleen maar te selecteren in dat wiel. En dan kan ze met L1 kan ze gooien. Ja, wie doet ze selecteren, Jan? Ja, ik wil met de rechterste poek. Gewoon daarheen gaan, als ze in dat wiel zit. Dan zet er hem automatisch. Dan zet er hem automatisch links onder neer. Dus als ze nu L1 zo is inhouden, zo ze hem moeten vastpakken. Ik heb dat wiel niet. Als er één aan het zijn, hebben ze geen wiel. Ja, nee, ik heb wel een rode cirkel en ik zie drie artikelen, zeg maar. Maar ik kan er niet selecteren. Met die in de rechterpook, als er één aan het. Ja, ja. Nou ja, weet ik niet. Ja, ik ken dat wel. Ja, dan wil ik heel even eruit en ik wil dat wel kennen. Okay. Ik wil ook een granaat kunnen gooien. Wie wil ik hier uit? Wacht. Wie doen we dat? We hebben vier options, denk ik. Ja, dat denk ik ook, maar we laten options zoeken. Aangezien ik niet weet wie het werk. Ah, logout, dat zei ik toch. Oké, als je daar was ik ja, dan kunnen ze nu elke keer nog sturen in feite. Even kijken, ja, ging dat. We willen options, en dan kunnen ze daar in feite sturen. Lobby, ja. Objective board. We doen een objective board. Main mission. Was heel even doorwachten, heb ik gespannen, hè? Nou ja. Dat is de waardigheid. De channel squad. Oké. Okay. Search for survivors. Ik heb net Charlene gebeld, ik zit in Charlene, ik zit 10 minuten, ik zit langer op, ik net. Ja. Ah, camo pink er ook op, oh, nice. Left arm to two. Oké, ik ben gespannen. Moet je net zien hoe soep is, want dan ben je in het huis geweest gespannen. Ik heb nu het wel door, hoe kan ik het wel door? Ja, oké, okay, mooi. Ja, en dan, wie pak ik ze vast? Alleen? Oh, hij gooit ons gelijk, hij gooit ze gelijk. Oké. Oké. Dan werd ze dood. Ik denk dat goed werk. Kom maar. Ik denk alleen in orde kan ik de distance bepalen. Laten we gaan. Als ik alleen in orde. Ik heb nog wel alles. Zeker was nog wel alles. Wat is voor allemaal wapens? Ja. Oh, de linkjes. Mooi. Ja, als we een paar maken. Mooi. Nu heb je obtained options access level, ja.
Wolves toch? Ja. Ja, oké. Okay. En dan weer een bulk kunnen we gaan. Ja, en ook zijn het wel. Een scoopje er al op mee. Nice. Dat zijn ze wel? Ja, nice. Maar ik gewoon wel even op singleshot zetten. Ik ook. Maar ik heb ook de dingen vangen rijden. Ik wil een cirkel. Mijn pilk naar rechts vangen ze de. Nee, weet ik weet. Dat is een beetje veel, joh. Oké, van links dan? Shit. My soldiers. Je lukt er eentje kitten, zoals ze hebben. Nou. Ze dood. Ja, ja, dan moest dat in vet gegeven dat ze dood was. Dat zoekt je zo nog niet. Nee. Oké, okay. Af moet de dek aan je. Waar ga ik dan? Hier links. Interface, speel ik in de onge. Ah! Oké, okay. Ik zou HP's in de map zijn. Ik moet mijn munitie opraten, dat is een nieuw wapen. Ja. Oké. Okay. Oh. De factory moeten we denk ik gaan. Ja. Ik zie geen markering komen, het is een markering zo. Ja, hier rechts groeit. Nee, zie ik niet. Ja. Daar kan je op. Okay. 459 meter. Oh, wacht. Ik ga niet hier rechts door. Ja, ik kom met je mee. Ik kom door het gras. Ja. Ik kom, oh, daar ben je aan de rechts moet. Twee stuks, wacht. Nog keer, ja. Eén, twee. Ik kom naar rechts van deze dingen, tussen de linkerkant. Ja, we kennen zo kick takedown met R3, hè. Ja. Even oh, dat is nu een kitstaf. Ja, ben ik er. Wacht maar. Even. Ik zie het niet, hè. Even wachten. Ja, ja, dan. Ja, ik... Kijk maar wanneer. Laat ze maar lopen. Kom, die is ook al niet, Kenny. Welke heb ze? De kale. Oké, shady links. 3, 2, 1, go. Ik ga de kist openen. Yo. Oh, een helm heb ik gewonnen. Nice. Wacht, oh, kut. Maar ik heb extra defense. Ja, ja, ja. Dat is wel handig. Een beetje wie. Ik denk dat het een beetje is wie. Wat is dat? Division, dit ja, dit weet ik. Dat heb ik in de film gehoord. Dat stuurt hij straks wel door. Dan liggen ze dat ook al moeten, dat werk. En dit heeft allemaal te maken met die gear level. Wie sterk die gear is. Wie meer skins hebben, wie meer damage er is. En dan heb ze de accessories die wanneer ze heel veel invloed. Dat is gewin voor de fun, zeg maar. Ja. En ik volg tegen mijn zin geen markering. Wat doen we hier rechts goed? Eigenlijk deze lange route en dan de berg omhoog, rechtvaardig. Oké. Gaan we ons nog even in de route, misschien is het dan wel zoiets. Nee, maar nu kom je aan. Kijk ook nog kistjes, hè, jong. Ja. Je ziet hier, het is een open gebied. Kijk, ja, goed, vijand, ik zie het niet, maar. Ja. En dit is weer een kist. We zitten achter de bunker. Daar komen ze. Wacht, er zijn nog meer. 1, 2, 3, 4. Daar is een captain zitten. Kan ik een granaat gooien? Ja, gooi dicht mijn granaat en shit, ik dadelijk. Wacht, ik gooi even een kopje bij. Goed, hè. We zitten in een formatie, die twee. Ja, chique.
Oké. Ja, gooi maar, maar zo. Geen aardwoord, direct dat je dood, direct dat je dood. Eén. Yo. Jullie een kist in de bunker. Geen wapentje moet ik zeggen. Shit, lekker. Ja. Kijk, zit ik in de bunker. Ik zit in de bunker nu. Ja, explosion alert. Die komen hier deze kind of zo meteen. Even opletten. Ja, maar. Oh, en mijn cool defense. Nice. Oh ja, dat is wel fijn om te hebben. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, omdat ze nu zo hebben gedaan dat het zo realistisch is. Je kunt ze gewoon dood zijn in 3 shots, hè. Dus dat vind ik wel fijn dat ze dat zo doen. Even kijken. Ah, no doggy. Daar is dat. Light fast? Nee, die hebben we nog wel. Oeh, Kenny, ik heb straks boet kunnen, dus ik heb ze recht op een uur geklimmen. Dat is echt perfect, zeg. Daar komen ze, zin mooi. Kom maar. Oh meneer. Ik heb de eerste. Go. Nice. Geen plekje. Ja. Niet meer. Even die enemies moeten. Ja. Hoe zeg je, de granaten werken ook wel zo goed. Ja. Maar dat is gewoon even wennen. De game is echt heel goed verhangen. In positieve zin. Absoluut, het ziet er echt veel beter uit. We moeten echt veel, echt voorzichtiger spelen, angstiger spelen. Hey, ik heb die wapen. Oh nice, oh ja. Nee, opgepakt, nee. MK1. Ah. Oh, maar goed, dat is even equip als tweede wapen. Ja, dat is zeker net. Oh, ik heb zo'n fast travel is enig nu, op de map. Oh, ik heb de UMP gevonden. Een submachine gun is dat. Ik heb een sniper. Wat is er really? Geet dat? Zo'n ik denk niet dat het GT trouwens. Ik ging niet als ook net. Ah, ik denk dat het beta is. Wacht, laat me een beetje kijken. Laat me even een paar seconden kijken alsjeblieft. Oh, ik kan ze alles upgraden. Weet. Oh ja, twee scopes. En een keer één scope en een keer weer hoofd. Nee, dat wel, dat niet. Nee, wat ik zie, kan ik hem niet willen. Nou, ik moet niet veel gewonnen. Alleen met de vision kan staan. Oké, ik zie wel de markering. Ah, mooi. Nou, ik denk dat dat gewoon een beta iets is, dat was. Moest je net niet te veel over nadenken. Syringe is vol. Stormcloud 1-1, this is Weaver, come in, over. This is Weaver, come in, over. Anything? Ugats. Contact, contact. Opa. Oh yeah. No, no problem, jong. We zien hem aan meer. Oh. Maar wat doen we? Gaan we rennen? No way, ja, no do you. Ja. Towards them. Walker. Shall we, Weaver? Oh, I should Weaver right now. Oh. You're gonna die, bitch! Zo. Oké, lekker, 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 lekker! Gear level 150. Ja, dat hebben we niet. Lekker, lekker blijven, lekker blijven. In dat het mod. See tutorial, enemy level. Wacht even. Marker over them head, ja. Yeah. Equip new weapons and gear to increase your gear level and overall power. Ja, oké. Okay. Dat hebben we niet. Wat zullen de markering is? Markering. Ja, hier rijdt ze achter ons. Ja, dan moeten we. Ik zie geen markering wel, dus dan is het volgens mij. Achter ons, rijdt voor ons. Is ze achter de branch? Ja. Dan moet hij heen. Lekker eens goed checken. Oké, temporair. En dan ook? We hebben sniper pakken. Nice shot.
Nice. Oh, wacht. Nou wel? Ja, daar. Twee zijn er daar. Oké, dan heb ik een beetje naar verte van. Ja, zeg maar als ik klaar ben. Het is 185 meter, ga proberen. Ik heb het direct weten wie de bullet drop werkt. Eeuw. Ja, is dat zijn positie? Ik zie het allemaal. Nee. Ik heb niet zoveel bereik met mijn SMG. Oké, ik zie de eerste. Shit, ik op de tweede. Zeg maar wat ja, dat zit erachter. Ik zou die shit gewoon op de hier nooit recht voor me stellen. Dus dat is mijn kieken weer omveld. Ik ben bereid. Oké, de bullet drop is niet zo hoog weer dan. Nee, we hebben camouflage gekregen, Gilly. Ja, ook niet. Ik ging een beetje de boven geaimd. Ik ging een beetje de boven geaimd en een shot er nog over haar. Dus dat kan best wel iets weten, deze sniper. Zo weet ze dan, gewoon. We hebben nog niet zo'n snelle bullet drop. Dus die G28. Hij is om 180 meter, hij is om 180 meter. Ja. Die moest eigenlijk nog in met 300-400 meter passen, bullet drop. Oh. Nog meer links ergens? Ja. Achterdoor bij de crash site. Oh, ook skill points? Ga... What the fuck? Ja. Ik ga een klein beetje meer naar links toe. Ik zie ze niet nu. Nee, weet je. Die staan erachter ergens. Of ze zitten in het veld. Moeten we even uitkijken, hè. Kom, ik ga naar mij toe. Raak voor hem nu. Pak hem. Hij is neer. Die komen naar ons toe. Wacht even. We kunnen camouflage opzetten. Dat wil ik even doen. Pants, daar. Dat moet ik hebben. Ja, dat moet ik hebben. Gilly. Nee. Proon camo. Oh, dan kan ze proon camo doen. Als ze leks kan ze kruts, kan ze proon camo doen. Als ze goed leks. Kom, dan heb je meer in beeld. Ben je helemaal in de modder nu? Kom je daar kort op weer? Ik kan de andere niet zien. We moeten over. Misschien zit er achter de steen. Ja, ik kan rechts om. Ja. Ik kan een tik doen. Dan. Ja, probeer maar. Ja. Nice. Nice. Hebben die echt gedropt die enemies afgekeken? Daar hebben mij toch achter door in ieder geval. Nee, nu gewoon niet. Oké. Okay. Hier ligt wel weer een kistje. Ja. Ik zal even die kisten aangeven op de map, dat vind ik wel fijn. Ja, dat is wel fijn. Misschien heb ik ze extreem niet. Ik ga achterdoor. Heel veel enemies. Die hebben oh, die hebben ze een Humvee, daar staan met een minigun erop. Hier is de opdracht, nee, van ons ja, weet. Oeh, sniper! Demer, MK1. Ja. Oh, dat is wel dicht. Ja, daar gewoon even de kliet op zitten. Ah, dat heb ik ook gekregen. Mijn hoofd is niet. Moeilijke syringe, dat hebben we niet nodig, maar pak wel op. Kijk er ineens vol. Er is dan maar één is. Oh nee, twee scopes. Oeh, nice. Daar kon ik hem roepen. Oké. Okay. Check, ik ga even checken hier. Nou, het is al dag, mooi. Mayday. This is Ghost Lead. Does anyone read? 5x5, Ghost Lead. Who is this? A friend. I got the radio from a ghost. This ghost still breathing. Ghost Lead, you can chase the white rabbit. Or run with the red queen. Give me a sit rep. That can wait. Your man's getting medical treatment. Follow the trail behind the ancient ruins. Your destination is in the mountains between two waterfalls. Understood. Ghost Lead out. Okay. Understood. Maar dat betekent dat... Hoor je dit soort... Dat ding wordt nu vrij spelen. Hoor je dat? Of niet? Ja, ik denk het wel. Ik weet niet wie dat werkt. Kom, we zouden wachten. Hier loopt van alles. Hier loopt van alles vanaf. Kijk als ik het nodig heb. Nee, heb ik niet nodig. Eagles down. Oh, volgens mij weet ik al wie dat kan nog keren. Dat ik hem wel zin. Even kijken.
Oh, ik wil snijpen. Pin. Zo. Nu kan ik hem zin. Ja, nu staat er op de map. Links. Linksboven. Ja. Ik gewoon hier liggen met de sniper. Ja, gewoon een kastig naar weer. They moving? Say win ready. Oh, ze zijn achter de dingen nu. Ja, laat maar lopen, laat maar lopen, laat maar lopen. Ik ga meer naar wij. Daar kan ik ze in zien. Nee. Ik ga iets korter binnen, gewoon zo'n... Ik heb een dubbele headshot door nu, hè. 3, 2, 1, go! Ja, wat is dat? Ja, ik ging niet meer even afkwam. Nee, twee nieuwe skills, oh wacht. Skill manual is specialist ghost. Obtain new skills, each class specific passives and a class technique. Obtain new skills by unlocking your first class. Oh, well, what is that? Healing drone. Oh, field medic. Perhaps assault. Recoil reduction and damage resistance. Skills heal and extend duration. Gas grenades, cost an extra health. And bonus with assault rifles and shotguns. Perhaps a cloak and run. Disappear behind the smoke screen. Bonus stealth, faster movement speed, suppressors on handgun submachines do not reduce damage. And it's armor buster, high penetration bullets with bonus damage and muzzle velocity. Longer breed control while aiming, bonuses with sniper rifles and DMR. You can of field medic or of stealth. Ik wil eigenlijk kijken dus wat je kunt stealthy. Carries bodies faster, faster revive, can self revive. Medkit, heal injuries and gain extra health. Ik kan field medic pakken of panther. Dan ben ik stealth. Ja, ik gewoon sowieso voor de assault. Dat ik meer extra damage volgens mij. Ja, bonus voor de assault rifles. Ja. Ja, om heel eerlijk te zijn. Ah, en dat is niet een beetje kut, maar ik weet dat ze van stealth hoor. Maar ik denk dat ik meer heb bij de medic. Ja, dat weet ik. See details. Fast. Oh, en dan kan ik hier een uitgeven. Ah, ja. Zo werkt dat. Hier is van door naar de bovenste. XP bonus, experience. Upgrade. Oké, ik heb night vision. Reload speed. Oh, tegen dit. Ik moet eerst weer een skill levelen. Oké. Okay. Deploy parachute. Oh, een parachute. Nee, ik ga eerst XP pakken. Oké, net. Geen punten. Oké. We moesten weapons ook kunnen dismantelen op een of andere manier. Ja. Dat past. Maar hoe zit ik mijn wapenstand die ik niet meer gebruikt heb? Ja, ik heb geen idee. Ah, ik heb een nieuwe jullie ding. Oh, hier. Ja. Dismantle. Up. SMG part. Dan is dat een fout met een bank, oké? Okay? Een train langs. We hoort dat we neer de bank gaan doen. Inderdaad. Oké, okay, ik ben te ver. Jo. We pakken vehicle. Ja, kom maar. Kan ik rieën en doe ik eens aan dat ding? Jazeker. Over knallen. Wacht even, ik zal even mijn op automaat zitten. afwachten, ik weet niet precies wie hier see change. Ja. Oké. Stop hè! Stop! Kom shit, hè? Vanaf hier? Ik heb nog rustig naar voren hier, het zijn er toch wel een paar. Zeg maar. Ah, oh, mijn beeld is zwart, what the fuck. Oh, oké, okay, dat is goed, dat is goed. Let's go. Best wel een shitter. Go! De mix is best wel stil. Hier ligt een kistje okay. Trouwens, hè? Ja, inderdaad. Ik zou goed. Ja.
Maar zit er toch nog wel in bugs in. Want die mix ook zo verschil. Ja, die... Oh nee, ik wel... kom volop de shit eraf. Ja, dat is wel echt vervelend, want dan kijk je niet zeggen wanneer ze hem hebt. Ja, door de beta weten ze wel wat ze nog moeten fixen. Dat vind ik wel fijn. Ja, zeker. Dat is niet eens een close beta, hè. Ja. Oh, ik heb het, 400. Ja. What the fuck, man? Ik heb dus rammenbug, hè. Ah, ja. Banana. Ja, ik heb een banana op mijn pakken. Ja. Ja, ik ook. Ik heb eten eigenlijk. Ah, dat moesten we ook doen op zich uit, hè. Sea chains, welke. Jo, go. Dan zou ik ook meer communiceren als ik vijanden zie. Ja. Als ik binnen shit en als ik ze raak. Maar die zin ik ook niet echt draaien, zeg maar. Dit is gewoon echt een veuring kieken, hoor. Province discover. Die is ook wel gaaf. Ja, dat ze het gewoon droed gewoon en dan gewoon shit. Dat is misschien wel veiliger dan ik op dit niveau. Ja. Ja, ook leuker voor dich. Ik heb ook shit. Lekker gaan. Wat was het ding? Kon ik even helpen maken? Ah. Open. Ja. Skill credits. Die zijn nog een location, hier bovenop. Ja. Wat is dat dan? Misschien honger. Misschien is dat een honger tunnel ofzo. Ja, daar volgens mij. Ja, ik zie hem volgens mij. Gewoon terug. Oef. Ik moet er echt opletten, de val is ook echt nu. Ja, ja, ja. Dat is echt, dat hebben ze echt heel realistisch gemaakt. Hier achter de boom voor. Ja, kan het zijn er wel? Ja. Ik zoek het van bovenaan. Oh, nice. Of een kiko daar. Ja, ja. Ik heb een flashlight aanzetten. Nee, geen idee. Nee, heb ik night fishing kit, dat kan ik daar wel even spelen. Eerste upgrade. Een staples. Wat heb ik hier dan? Oh, investigate. Oh, zul ik lekker wat pas kreeg hem ook? Ja. Dat is wel mooi om te weten. Nee, hier boven ik niks, jong. Nee? Ja. Nee. Moet wel even in het pufje binnen. Wie dat stuit en wie dat beeld ziet af en toe. Ja. Je was net niet helemaal boven. Je staat boven, helemaal boven de rest. Ah, hier een kist. Helemaal boven? Ja, een ladder. Oh, hier, nee, ladder heb ik niet. Oh, SMG. MP7. Ik denk dat ik het erop gezet heb. Oh. No doubt. Ah, ik heb ook MP7 gevonden. Ja, maar dat pak ik niet. Hè. Ik heb. Oh, het is mentally kent, ik weet wel wie het moet. Was, ja, ik heb dat gedaan. Oké. Had het een gunsmith? Ik moet misschien gewoon een science zelf opzetten. Oh, ja, dankjewel. Eén meer pilot naar links. Suppressor dan. Railcover hebben we nog niks anders van. Panoramic, nee. Soort zo, dat soort zo. Dat is wel echt veel beter dan menu, man. Dat is echt fucking chill. Ja, dat is gewoon even binnen, maar dat is wel een heel chill menu, absoluut. Ja. Ik gewoon richting boete, pak boete op dit. We zitten toch wel een goed bezig met ons held, hè. We hebben altijd ver, ik heb ver balken doen ook, denk ik, hè. Ik heb 3 balken, heb ik. Dat is een maximum. Maar ja, die hebben ze net die upgrade natuurlijk van assault, hè. Die best meer damage resistance. Ja. Sorry, klopt. Ja.
bandage op drie verschillende plaatsen. Ik geboek mijn automatic sniper geboek ik dan als eerste. Als ik al B ga, dan pak ik SMG. Ja, jong, ik heb assault rifle, 80 iets heb ik vast. En dan inderdaad sniper rifle for distance. En als we eigenlijk een heavy MG win, ja, dat is logisch, weet ik dan gewoon. Ja. Dat is al links eigenlijk, een huisje. Ja. Dus even kijken. We gaan alles exploren, neem ik aan, hè. Ja, zeker. Ik weet niet hoe lang de beta is, maar... We hebben voor nu al voor alles gedaan. We kunnen de kaart zijn, hè. Wacht even, wacht. Ik ga rechts naar boven. Pak de higher ground. Oké. Yo. Ik ga meer naar links. Dan pak ik nu een SMG over. Wie de auto? Ja, ik ga heel vast weer naar boven. Ik ga ze weer te maken. 1. 2. Er moet nog een derde zijn, dat deed ik niet. Hij zit er niet in, hè, voor mij. Ik ken het mix zijn het niet als je het niet. Ja, doe maar. Sorry. Momentje. Fuck you. Oké. Doe ik takedown. Het zijn civilians. Ik geef overwatch rechts van de kant. Eén zit hier in het huisje, dat kan ik niet zien. Oh. Dit huisje? Hij is gemarkeerd. Nee, ik zit hem niet meer. Hij zit in het huisje, recht voor nu. Wacht maar. Kom eraan. Wait, what? Oh, hij heeft een nek doorgesneden. Oh. Ja, die steek is de hoogste, hè? Oh, ik sneek hem de nek door, dan steek hem nog drie keer in de nek. Ja, die steek is echt awesome. Dat vind ik ook. Oh, wow, heel snel. Dat hebben ze goed gedaan. Oké, hier is een kistje. Mech? Ja, nee. Ja, hier ook. Ik vind het goed. Als ze inzoomen aan de Duitse kruidje, dan kan ze pingen. Dat snap dat je de vorige keer. En zo'n kruidje zitten? Ja. Oké. Okay. Oeh, dit is een grote kist. Wat is dit? Wat is deze? Oeh. Ja, ja. Better assault rifle van je. Nice. Het zal ook maar met de grootte van de kistjes hebben te maken, wat ze vindt. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dat is inderdaad een dikke, ja. Ah, zeg. Ik wil die gesmenten. Wat kent met de dismantelen? Ik was gekregen een paas of zo, hè? Ja. Even de dope even checken hier. Die kan ik gewoon in de benen, zeg maar. Deze groep is already echt. Oh. Maar boven is verder niks. Ja, ik moet even de kist pakken, dat was toen net uitgepakt, heb je niet gehad. Boah, vet, vette game. Het ziet er echt 100 keer beter uit dan het eerste. Oh, kut, gaas. Dus een kaart kijken. Dus ik zou zeggen, de kans maar op 1/3 van de game, of ja, 40% van de map kan ze maar komen. Oh, dat 40% is. Dan weet ik niet weet wat de ganse man is. Jezus Christus, kijk. Oké dan. Dat is wel gamen. Ja. Het is wel jammer dat je alleen kunt in één gamen. Oh, dat is klein met dat maat richting gamen. Die zit de auto. Dat is een jeepje. Kijk hoe daar is. Dat is een armor jeepje voor dit soort. Ik denk gewoon dat ze die signals al op navolgen staan. Ja. Dat ze de betere penetration hebben. Ja, dat denk ik ook wel. Oh. Ja, want ik heb als ik de kennis upgrade. Als ik de Panther war, hè, dan kon ik als upgrade gaan kopen van silence dingen. Dat ik
Ja, ja, gewoon de normale damage eigenlijk doen, zelfs met silencer. Dus ja. Dat zal het zeker zijn. Maar ja, ik denk dat er goed meer hebben aan de medic. Ja, nu wel zeker. Je moet altijd, in de medic in zijn. Ja. Ja, ik ben niet van de stealth, ik ben niet van de sniper, ik ben echt van de damage. Dit is geen class, dat is gewoon perfect. Ja. Eigenlijk vind je dus altijd een goede medic geweest in alle games. Dank je. Gaan we hier even naar rechts? Ik denk een kistje boven. Ja. En er zijn nog, is dit een ding? Een checkpoint achterdoor. Zo net de kaart met de enemies. Oh, je klinkt echt moeilijk aan de berg op, nu ben je echt fucking vet. Ja, ik heb dan niet fatsoenlijk shit hier. En dat vind ik wel realistisch. Ze wilt het ook, vind ik. Oké, een zakje zien. Pepper. Pepper op de pak. Ja, ik. Oké, wat is dat kistje? Dat is op. Oh, daar is misschien wel iets onder, hè? Ja, misschien... dus denk ik. Oh, hier, gas! Kom eraan. Kijk goed, hè, niet onderlopen. Oké, ik zit er goed uit. Slide down. Cover. Clear. Even een kistje. Het zal wel eens een trofee zijn. Vang alle kistjes. Ja. Ah, dan moet je dat box moet ik hebben. Ja, ik heb ook een boxje voor je. Nee. Die gilly heb ik toch niet meer, die knoe. Nee. En ik moet eigenlijk weer een normale box hebben. Nou, pak hem nu weer mee. Oh. Hij moet eraan. En vooral echt hem neer. En customization. Ah, oké, fuck it. Nou, de bal weer. Clear. Goh, ik ga eten. Okay. Hier, daar, hier links. Ja, hier boven langs. Er zijn nog best wel volgens mij. Ja. Dat is een wegvijl. Ik heb mijn SMG in over vast. Nee, gewoon een bom, zo, gewoon een granaat om leeg gooien. Ja. Kom maar hier, hier links omhoog. Hij stond zo, oh, oh, oh. Goed. Oh, oh. Ik ga even groepen. Ik heb vanaf hier een goeie. Oké, wacht. Ja, go. Yo. Ik heb ze alleen gewoon in auto. Ja, dit. Wow, dat shit is moeilijk. Moet eigenlijk even winnen. Ja, oké. Voor die is in een kickback, dan moet ik hem winnen. Ja, ik heb hem bij deze ook. Deze heeft het ook net. Maar wacht, gewoon een beurs in shitten. Ja, ik heb auto. Oh, ik heb een pistol van je. Nice. Ah, ik heb een assault rifle. Oh nee, shotgun. Sas. Oeh, zo'n staff shotgun. Oh, ik wil nice gedaan doen, dat ze dus zo spullen vindt. Dat vind ik wel cool gedaan. Ik ga gewoon achter hem zitten. Keur en Kenny. Echt 2 to 5 van de window, oké. Okay. Dit is wat, dit is eigenlijk een dikke armor, jongen. Deze moeten we hebben. Wacht, heel even, nou, ik ga heel even... Oh, wacht. Ik moet achterin zitten, denk ik. Ja, dat denk ik. Ja, er zitten nog best veel bugs in. Toen kwamen ze in één keer, spannen ze in de auto en dan nog uit de auto. Super raar. Nee. Nou ja, kom maar goed. Kun je met de dingen, kun ze niet inzoomen met de minigun. Oké. Okay. Nou, dat mag niet. Wow, je was ook niet meer. Dit enkel schrikken. Toen heeft de camera nee, te komen bij je, weet je nog? Ja, dat is nu ook. Oké. Okay. Is er een kistje in de tank? Ah, ja, links is een volg, kijk in. Wacht achter, kom dan lopen we heen. Ja, dat is hier links van ons. Ja. Ik denk dat dat hier naar onder was. Oh shit, ja, die gooit. Oh shit, oh shit. Ik denk een beetje druk en dan omleeg. Ik gewoon ja, ik gewoon een beetje druk, joh. Ah. En dan omleeg.
Oi. Ho, nice. Er zitten best wel caves, hè? Dat is wel echt vet. Ja, echt wel. Het zou me niks verrassen als die daar een of andere basis hebben in zo'n cave. Het is een hele grote basis. Ja. Oh, Kenny! LMG! Ja, ja! Nice! Ja, ja! Ja. Ik ook! MG 121. Ja, ik ook. Wacht, ik ga hem eens even pakken. Oh, fucking nice. Wat een beestje. Waar is dat met zitten? Ik heb alleen maar vol auto. Ik weet natuurlijk niet wie grote campaign is, hè? Maar zullen we ook eens PvP proberen als dat geeft? Als dat een mogelijkheid er is. Ja, weet zeker. Dan weten we net hoe je dat speelt. Is die geactiveerd dan? Ja, weet je niet, want als je op options klikt, kan ze helemaal naar links gewoon en dan staat er PvP. Ghost War. Ik weet niet of dat er is, maar dat kunnen we wel gewoon uitproberen. Als dat kan. Ik ben wel eens benieuwd wie dat doet ziet. Ja, zeker joh. Zeker. Kunnen we straks doen. Ja. Oh, fucking nice. Ik heb een wapens al. Maar deze doe LMG en assault rifle? Of wie geeft ze spelen? Nee, sniper. Sniper. LMG sniper. Okay. Dan heb ik long distance en short distance. Maar ja, deze sniper die ik nu heb, die heeft ook een red dot scope en hij shit is semi-automatic. Dus dan kan je ook close quarters met shit. Ja, dat wil ik ook. Daar heb ik ook de ene, de automatic sniper. Die boek is de hoogste. En dan heb ik de SMG. Ja. Die was de SMG guy. Nee. Lekker snel rennen, shit, laat je bam varen. En ik ben echt van de suppressing. Wat is die boven dus? Mooi. Ja, die links zal ik uit. Stop! Weet je even dat komen als we hier links door dat tunneltje gaan hier? Nee, hier links weg toch? Hier. Ik heb zo gemeld. Hier de weg. Ja? Oké. Ja, dit is zo hoog. Oké. Maar stamina bar, dat is wel nog hetzelfde. Oké, nee. Ik heb geen eens stamina bar gezien, dus is er de stamina bar. Onderin als er rent, als sprint. Ah. Oh shit, ik zei ooit. Oké. All clear. I'm safe. Wie kan ik eigenlijk een scope op het wapen zetten? Dat zie ik. Ja, ook via. Ah, scope trouwens. Via options. Is ze naar de loadout. En dan is ze naar het wapen toe. Dus SMG of LMG bedicht aan. En mag jij even kijken of zo? Oh, Alex Gunsmith. Ja. En dan zit hier rechts het muzzle, rail, scope. Ja. En dan. Oh, dan moet je allemaal nog free spelen. Scope, build in iron sight. Ah, dan moet je free spelen. Ja, dat is allemaal lak. Oké. Klinkt goed. Deze kan ik misschien wel opzetten. Misschien een andere barrel. Kan niet. Ik ga mijn wapen testen. Ja. Lekker, ja. Mozzelsotroop, ja. Oké. Ik moet zeggen, die granaat wat toen dat die gooit, die werkt ook echt goed, hè? Ja. Oh, alleen jammer dat ze eigenlijk op elkaar heeft gegooid, maar... Ja. De cirkel is ook helemaal goed, nou, dat vind ik ook wel fijn. Het is dus heel duidelijk, als je gegooid hebt. Ja. Ik hoor hier rechts de boven, voor de choppers uit. Ja. Er zal wel vijanden zitten, denk ik zomaar. Nee, ik denk dat het gewoon de ene is, zoals die crash is. Je wordt de treatment kreeg van dat meisje. Ik zie de Humvee. Reach Twin Falls Mountain. Objective completed. Enter the cave. Oh, hier. Kijk uit. Je moet er wel een keer. Het kan zijn dat er dood is nu. Oh, jammer. Okay. What the fuck? Cross passage. Cool. What the fuck? Kun je wel naar binnen? Ja, ik ben al. Ik ken er niet naar binnen, ik moet nu allemaal een paar doen. Oh. Ja. Dan krijg je een filmpje, volgens mij. Ja.
Stop right there! Who are you? I was invited. Who the hell are you? Oh, you checked through the valley? You can always turn around and go back down the mountain. Things are a little tense, you know? Oh, cool. Just watch how you handle that weapon. Yeah. We don't allow shooting in Erewhon. Coolie. And what's Erewhon? The cave. So we call it. Get in. Ik wil meer wapen in je broek. Mocht je niet, zei ze. Nee, weet je. Ga eten. Oké, ik ben er. Ze zijn live weg. Vind je wel, dan laat hij hier sneller trouwens. Dan moet je even losgekomen. Ik film ik wel al op. Find survivors in Erewhon. Ik denk dat we hier naar boven moeten lopen. Is er dan? Ik ben achter mij. Oh, er zijn meer online spelers. Kijk hier, achter mij. Oliver Cook. Weg is. Dit is volgens mij zo'n safehouse. Ja. Cool. Die check player info. Oh, ik kan ze zo invite naast bij Division. Oh, dat is wel cool gedaan. Ja. Oh, kijk eens, een cave Kenny, dat is fucking huge, man. Ja. Dit is wel echt vet. Ja, kom hier, zijn vader is gek. Wat zijn ze zus? Hij is toch achter, hè? Ik ga even naar de rand toe. Oh my fucking god. Kijk de hier, gek. What is this place? Fucking mooi. Beetje zondig wat naar binnen komt. Ja, echt nice. Ja. Echt nice. Mooi gemaakt, hè? Echt wel. Er moet een bom erin, hè? Het is een bunkerbaster. Een bunkerbaster. Ja. Kom. Ik ga snel lopen, mocht wel. Misschien is het al die online gasten. Is de shop ook? Dit is zo fucking vet gemaakt, hè? Ja, dat is ook. Echt cool. Gewoon veel uren plezier aan hebben. Ja. Are you boys alright or what? Filmke. We're the only two left in our chalk. No radio, no drones. Between the two of us, we got two rifles and eight mags. Locals got water here. And some supplies. Can you believe this place, man? God damn. My mind's blown. Yep. I'm their friendly, more or less, but they're still keeping us on a short leash. You boys know what took out our birds? No clue. But there are definitely hostiles out there. Tangled with some troops out there who are calling themselves wolves. You know who we're dealing with? But now you're dealing with me. You're the one in charge here? Who's asking? Yeah. My call sign's Nomad. I'm the officer in charge of this operation. By operation, I assume you mean the massively wild screw-up. Hey, old man. You playing nice? I'm just trying to find out why a bunch of grunts are falling from the sky into our laps, honey. Well, someone sank a naval cargo ship off the coast. Then the entire archipelago overall went dark. Now, we were sent here to figure out what happened. Next thing we know, the choppers were taken down. Almost half of my soldiers are dead. Best we can tell, some kind of military takeover. Sentinel, military contractors, they put this place under martial law, using the old boot-in-the-neck technique to enforce it. Skeltech is still making all the high-tech stuff they always make. Except maybe now they're making more weapons. Not exactly the libertarian utopia J-Skell advertised. Where can I find J-Skell? The head of Skeltech himself. Hmm. We haven't seen him, but his drones are keeping an eye on his islands. So you think he's still a part of this? We're just not sure why. All right. Well, I'll put figuring it out on my to-do list. For now, I see our wounded. Yeah.
One of your guys needs to rest, but he won't shut up. Calm him down, yeah? And then come find me. I'll give you the guided tour. Okay. Fucking red. Kerel, yeah. Ik zeg het echt, qua storyline, qua ding, het, ja, alles wat ze hier hebben gemaakt. PvP is not available. Nice. PvP is not available nice. In the object bar. Okay. Qua wat ze nu hebben gemaakt, hè? De layout van de game, de gameplay, gewoon alles wat deze game nu in had, hè, is Wildlands echt niks tegenover, joh. Dit is zo realistisch geworden, hè. En zo mooi. Ja. Wat is dat? Faction leader? Wacht eens even. Wacht eens even al die gasten af, joh. Ik hoop dat ik met. Even hier allemaal. PvP Ghost War, achterdoor. Oh, dit is net als Division. Tavarie. Wat is dit nou weer? Oh, dat was straks natuurlijk goed gelag. Oh, Objective Board is dat. Kieke. Dat wil ik wel een dikke uitvakken. Objective Board, Leader of the Walls. Oh, hier is shop. Cool. Oké, okay, wacht. Oké. Okay. Wat is de shop? Oh, daar. Mooi. Hé, hey, waar is dat? En? Wat zet ze? Ja, ik moet dat vier keer werk doen. She's standing in the shop. Tutorial mission. 50 Kelkin zal kopen. Nice. Oh, dat is een tutorial, kan ze bij haar doen. Doe een tutorial af en dan weet ze hoe het werkt. Personal tour of Erewhon? Just don't forget to swing by the gift shop. Dan doet ze dit alles in. Dan weten we direct wat allemaal te doen is. Ik wil al een kopie, joh. Okay. Nee, niet alleen dat, hè. Niet alleen de shop zelf. Ze geeft gewoon een tour van de city. Die, Now the naval station closed down years ago. Dat is een fucking heavy on Jesus. Where are these kids? The birds and the bees, Nomad. We've got three generations living on this island. Oh, ja. If I can be blunt, I don't like you soldiers being here. It puts these kids at risk. But my old man bleeds red, white, and blue, so we'll never turn our backs on you. I can sort you out if you need any gear or supplies. Actually. Gear and supplies, nice. You and your troops can bivouac over there. Sean Cooper. Oh, we have an eigen tent. We can if you really get to feel froggy, you can talk to Sergeant Rowan Brown. Why? He used to be Kiwi SAS. He likes scouting around the island. Oh, Kenny, ken zo geen granaten aan zo kopen en flashbangs. Ja, ik ben er van. And over in our war room, we're working on our own logistics. You can usually find Mads in there. There's a Skeltic engineer, Jericho, hanging around. She's worried about something big on another island. You might need to bring some friends with you on that picnic. So like I said, we will never turn our backs on you, but you better not do anything to put this community in danger. Oh, I think you've got a hunch it's already in danger. But don't worry. Oh, Kenny, I'll do my best to keep all of you safe. Sniper rifle. Let's hope it's enough. Ze zei ook van, ja, ik vind het zo fijn dat Gary Zeder soldaten maakt. Mijn man de bloeit rood, wit, blauw. Dus we zullen nooit onze rug toekeren naar weg. Blijf loyaal. Als we proberen te helpen wie het kent, maar ja. Probeer niet danger naar Oost te brengen. En zei dat een paar van die belangrijke contactpersonen hier uitgelacht werden het zijn. Dus één is een former SAS. En daar gaat die wolves hunten, zeg maar. Dus de elite. Dus dat zal ze wel hunting missions krijgen en zo. En dan hebben ze een engineer ervoor zitten. Die is een kieken van een ander eiland te kennen gewoon. Fucking rood allemaal dit jong, echt. Ik weet niet wat we allemaal gaan krijgen, maar. En een research center hebben we. Dus dan zullen we ook wel moeten uitbreiden en zo gaan allemaal. Ik ga eens even in de shop kijken. Wat ze daar kunnen kopen. Ja. Kist wapens kopen in ieder geval. De G3 is een redelijk goede assault type alles. Moet je de shop klikken, die tutorial mission. Je kan zo ook de tutorial mission kijken van wie ze attachments kan vangen en alles. Moet ik daar ook even kijken. De tutorial die doe ik wel even. Hij neemt een 11, zit ook in de shop. Oeh, als ik de druk koop, moet ik dan. MK14.
Maar nieuwe content is elke 2 uur, zeg ik. Gear kan ze ook kopen. Scuba pants. Weapons on demand. 950. Vehicles. Oh, kunnen ze vehicles kopen. Consumables. C4. Mines. Ja, ik heb het mines al gekocht. Hé, waarom zijn die dingen dan niet? Attachments. Oh, er is andere wapens. Oh nee, 1911. Ja, ik kan het kopen meer. Ik heb mijn dingen goed hier even. Balaclava. Oeh. Ja, wacht. Ik gooi dit gewoon heel even. Even kijken. Oh, messen kan ze kopen. Dat is andere takedowns. Oh, die kan ze ook wat dat, nieuwe images kopen. Dus infiltrator, zogenaamd. Kan ze die patches kopen, wat zwaar. Afrika. Ah, camouflage. Ik heb mines. Pak zo'n CVR, dan pak ik de mine. Dat is goed, ja. Hebben we alle twee gehad van explosions. Melee weapons. Oh! Ik heb melee weapons kopen. Card banners. Oké, dat is nog niet zo belangrijk nu. Emblemen hebben. Emotes. Ah, ik kan ze niet emotes. Tuurlijk. wacht. Even kijken, ik ga niet. De C4, hè? Ja, ik heb de mine gepakt. Oké, ik heb geen geld meer. Ik heb al zoiets gegeven al. Ik heb er 1 volgens mij. Of nee, 4 krassen er. Ja, 1 toch. Nee, we gaan dan. Ja, een paar keer kan ze 1 kopen, ja. Ik heb er nu mine heb ik gans vol en een granaat heb ik vol. En ik heb 2 flashbangs metgenomen. Waarom heb ik de shop gegooid? Ja, hij net ook. Ik vond het zo net is. Hoi. Moeten we even gaan eten. Ik heb het dadelijk weer, maar... Ik kan ze ook zelf trouwens, zin ik. Take your time. Ja, maar ik wil alles dismantelen. Wat kan ze dan? Als je dismantelt, kun je spullen, hè. Dus ja, ik weet niet wat die daar zien, maar zou daar wel meer zien als we het willen moeten hebben. Ja. Ik heb het hier. Ik kan een LMG kopen. Scorpion Evil. Oeh, Scorpion Evil. Ja, ik moet zeggen, misschien voor die wapens. De G3 is ook wel een sterk wapen, hè. Dat is een Duitse assault rifle. Ja, daar zin ik niet staan. Ik vind het wel dat ging helemaal in het begin, allereerste wapen. Scorpion Evil. Wacht, maar ik ga even kijken. Bij mij staat de Evil, en boven staat de LMG. Ah, ik ga even kijken. Shop. Oh ja, is er een Night Scorpion? Ja, sorry, hij is gelijk. Ja, absoluut. Ik pak de Scorpion. Oké. En de MK14, dat kan ze vergelijken met de sniper rifle de Ranger High. Wait, dat ken ik nog. Loadout, hou eens even. Als een G even omstretchen. Nou, de Scorpion Evil. Oeh. Added. Passive bonus, autonomous. Standard magazines, extended max, kan ze denken. Heel cover. Muzzle brakes. Maar doe ik ze eerst eten? Ja, ga eerst even eten. Oké, dan kan ik wel zo loggen. Dan kan ik ook niet te verwachten, hè. Ja. Dan zit de stream straks wel weer aan. Maar dan hebben we in part 1 van nu is nu dit. En dan hebben we er nou een stuk squeer gewoon en ik heb PvP nog doen. Maar dan ben ik ook wel echt benieuwd naar. Oeh, deze heb ik reload speed. Nice, deze kreeg 20% extra XP. De eerste volgende wat ik moet kopen is toch wel eerst even de Night Vision. De eerste volgende wat ik ga halen. En mijn skill tree. Inventory. Wie kan ik hier eigenlijk de fucking game quitten? Helemaal rechts. Options. Oh, je skills. Wow, dat werkt ook. Customize, daar moet ik hebben. Logout. Please get logout. Kenny, deze game is fucking awesome. Ja. Ja. Ik heb 2 fucking heavy weapons. Wat doen ze voor een
Oké, ik gewoon de computer achter iets zitten. Ik zet hem op met het schriftstand. Dus dan hoor ik het wel wanneer ze ja. Nog best. Oké. Is goed, dat is zo smakelijk. Ja, dank je. Atos. Atos. Nou jongens, this was the stream for now, part 2 will be after dinner, see ya.